Yo, Nintendo fans! In de vorige Splatoon-video hebben we een baasie verslagen. En we moeten ons nu een weg knokken naar Sector 3. We moeten die kant op. Als het aan mijn zalmmaatje ligt, dan duurt het nog langer. Want hij is aan het slapen. Kijk ze bakkes. Oh, hoi, ben je wakker? Jongens, verzin even een naam voor deze gast in de comments. En doe duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Dan ga ik eens even kijken hoe we in Sector 3 terecht gaan komen, jongens. Kijk, dit kunnen we allemaal overslaan. We hoeven niet al deze levels te doen, volgens mij. Ik ben alleen wel door al mijn zalm, muntjes, kuiten, dingen, weet ik hoe het heet, daar ben ik doorheen. Oh, heb je wat gevonden? Oh, hier, gewoon letterlijk hier ligt wat. Oh, top. Gouden plaat. De muziek klinkt hier nu nog cooler. Houd je oren gespitst. Oh, dus we hebben nieuwe muziek. En nieuw upgrade puntje. Nou, dit klinkt goed. Oh, heb ik een geheime route gevonden? Hey, wel in ieder geval nog een geheimpje gevonden. Hatseflas. Lekker. Een versiering, die kunnen we ophalen bij de lobby terminal. Nou, helemaal lekker. Nog een upgrade puntje erbij. Is het hier achter? Ja, ik moet hier naartoe. Oh, hij kost 2000? Oh, dat kan. Dat heb ik nog. Lekker. Top. Oké dan. Kijk, lekker. Hoeveel kost deze? 200. Oh, deze ga ik ook even meepakken. Even kijken of hier nog een geheimpje ligt. Oh, dan kunnen we... Dan kunnen we hier naartoe? Misschien ligt hier een geheimpje. Ja, hier ligt wel genoeg. Oh, ik ben hierboven. Dit is ook weer een uitkijkpuntje, denk ik. Ja. En hoeveel kost deze? Ook 200. Hé, ik ben in de gulle bui. Ik ga al mijn monies uitgeven. Wat is dit? Geheimpje? Beter heb ik hier wat aan. Wat is dit? Een voedselcoupon. Oh, volgens mij is dat een soort van... dat je meer XP krijgt of zo. Kan ik hier op? Ja, hier kan ik op. Ja, of we gaan gewoon nog meer uitgeven. 300, hoppakee, tuurlijk jongen. Ik heb veel te veel geld. Of zalmkuiten, of whatever. Hé, hey, heb je weer wat gevonden? Waar heb je wat gevonden? Oh, daar in de hoek. Toppie. Lekker, dan hebben we weer 100 van die dingen terug. Kunnen we hier naartoe? Maar nu wil ik naar de derde sector. Oké, daar gaan we. Hoppakee. Je ziet wat is in ons in de volgende sector te wachten staat, zegt agent nummer 1. En agent 2 die hoopt alleen maar dat het goed gaat met opa. Nou, dat hoop ik ook voor jullie. Oh, oké. Hier is ijs. Dit is de ijswereld. Ik denk dat opa niet hier aan het chillen is in die nepsneeuw. Ik krijg geen signalen binnen. Oftewel, we moeten ons gewoon heel snel door deze wereld heen knokken. Kijk, Selmini heeft weer wat gevonden, hoor. Lekker gedaan, makkertje. Hotseflots. Gaan we hem even hier opplempen. Ja hoor, haal maar weg. Nog een cadeautje. Waar jij bent. Oh, hier zo. Ja, top. Kijk. Oh, visseieren. Zo heten die dingen dus blijkbaar. En nu onthoud ik. Oké, we gaan hier naar binnen. Aan de top van de carrièrekladder. Overleef. Nog wat. Dat ging te snel. Ik moet iets overleven. Blusseling ballonbom. Dit klinkt leuk. Ik heb geen idee of dit een chill wapentje is. Maar het klinkt gewoon leuk. Ik wil elke keer nog die nieuwe wapens uitproberen. Overleef het vijandelijke vuur en bereik het doel. Oké. Dit is zo'n oplaadwapen. Oké, dit gaat best prima. Ja, lekker. Hij is vrij sterk, dit wapentje. Kom op, plamp hem kapot. Ik wou wat zeggen, maar het kwam niet uit mijn woorden. Ik wou zeggen, hij heeft best een behoorlijke reach. Kijk maar, hij schiet best wel ver weg. Ik kom even naast je staan, vriend. Hallo. Hey, hallo, zijn er nog meer? En nog eentje daar. Oh, ik had ze allebei in één kunnen schieten. Maar ja, niet gelukt, helaas. Nu wel gelukt. En even deze kapot maken. Koffertje pakken, lekker. Oh, hier ligt nog wat. Nog een kissie. Daar zitten ook weer viseitjes in. Hey, ik heb eindelijk onthouden hoe die dingen heten. En dan gaan we even hier naar boven. Wacht, eerst even hier kijken. Is hier iets? Is hier iets? Nee, hier is niks. Oké, dan gaan we chill. Oh, niet chill. Dan gaan we heel snel hier naar boven. Oh! Ik moet wel even uitkijken met dit wapen. Want het wapen moet zichzelf opladen. Als ik die knop indruk, zie je, dan zie je zo'n metertje gaan. Dat betekent dat hij zichzelf aan het opladen is. En als ik dus gelijk wil schieten, ja, dan lukt het niet. Kijk, opladen en schieten. Ja, dan maak ik er wel gelijk twee kapot achter elkaar als ik hem helemaal oplaad. Dat is wel lekker. Ze staan net iets te ver weg daar. Hallo? Ga weg. Oh, ik heb hier veel te veel meuk omheen. Allemaal paarse meuk. Oké, het gaat wel goed. Het gaat wel goed. Het gaat wel goed. Nu jullie. Nu zijn jullie aan de beurt. Lekker. Ik had eigenlijk mijn ding even helemaal op moeten laden misschien. Ik ben een beetje te ongeduldig. Ja, weer twee kapot. Lekker. Ik probeer ze lekker een beetje van bovenaf te snipen. Het gaat eigenlijk best wel goed. Nog eentje. Ja, en die is ook weg. Lekker hoor. Nog wat viseitjes erbij. Heerlijk dit. Oké, waar gaan we nu naartoe? Hier naar boven. En dan... Nee, ik ga via hier beneden denk ik. Oh nee, dat gaat niet. Ik moet via deze muur. Volgens mij moet ik hier naartoe. Zat hier zo'n ding op de muur? Ja, kijk. Hatseflots. Hallo. Doei. Mazzel.
Ah, wel een leuk leveltje dit hoor. Oké, laatste checkpoint. Ik moet daar naar boven, denk ik. Eventjes wat inkt verder voor mijn neus neerplempen. Zodat ik een beetje lekker en makkelijk weg kan. Hallo, wedden dat hier nog veel meer zijn. Jij bent sowieso niet de enige. Sowieso zijn hier veel meer enemies. Oh, shit. Oké, oké. Ik pak ze allemaal achter elkaar, want met het opgeladen wapen. Oké. Go. Even terug trekken. Oh, ja, het ging wel goed op zich. Ik had er wel echt heel veel achter elkaar gesloopt. Zo, ze stonden opeens allemaal naast me, jongen. Ga weg. Jij bent de ene laatste, denk ik. Wegwezen. Ben jij de laatste? Oh, heerlijk dit. Oh, man. Dit was best wel cool. Hier nog wat viseitjes erbij. En dan gaan we rustig hier naar boven. Ja, en dan zijn we er. Lekker. Oh, dit was wel een leuk leveltje, hoor. Dit was tof. En een lekker wapentje. Ik vond vooral het wapen chill. Hoppakee, 1400 viseitjes er weer bij. Daar kunnen we weer even vooruit, jongens. Deze moet ik weghalen voor 600. Ik vind het duur, maar dik prima. Heb ik hier een gouden plaatje gevonden voor coolere muziek. En de upgrade punt. Dus even kijken waar ik mezelf heen plemp, hoor. Hier naartoe. En dan kunnen we hier naar boven. Pakken we hier een geheimpie. Lekker. Oké, maar waar is de volgende wereld? Ik moet die kant op. Oké, dan gaan we die kant op. Halen we deze even weg voor 700 viseitjes. Ja, ja. En dan kunnen we er doorheen. En dan gaan we even dit level hier doen, want ik denk dat dat nog nodig is. Oh, wacht. Mijn mat die waarvoor jullie een naam hebben verzonnen, heeft weer een geheimpje gevonden, hoor. Hij is wel chill. Misschien moeten we hem gewoon Chili Billy noemen of zo. Is dat een leuke naam? Een vrije rol. Bereik het doel met behulp van rolververs. Oh, oké. Die heb ik nog niet gebruikt. Dus we kunnen de Trajomorse klodderbom of de helden uitrusten. We gaan voor de Trajomorse. We gaan voor de emmer. Ik ben niet zo heel goed met de emmer, moet ik eerlijk toegeven. Maar maakt niet uit. Wat is dit? Oh, oké. Bomdingen. Oh, oké. Ik heb mezelf nu beschermd. En dan gooi ik gewoon de emmers vol op hun. Ja, het gaat wel snel met die emmer. Dat is best wel chill. Hoppakee, bescherming. Kom maar jongens, kom maar. En dan pak ik je vanaf hier. Lekker. Dikke doei. Blokkies. Ja, kunnen we weer omhoog. Helemaal goed. Dan moeten we nu denk ik hier naartoe. Checkpointje pakken. Oh, daar staan ze ons alweer op te wachten hoor. Mafkezen. Kan ik hier omhoog? Ik kan daar wel iets opgooien. Dan krijg ik... Oh, dit was ook echt de bedoeling. Nice. En dan deze op zijn bakkers. Wat is dit? Ik weet niet wat het is. Ik ga in ieder geval deze naar voren gooien. En deze ook. Oh, die zorgen voor blokjes. Oh, het zijn snipers. Het zijn snipers. Oh, dit is een probleem. Dit is een probleem. Sniper 1 is down. Sniper 2 is down. Oké, het was toch geen probleem. Lekker dit. Oh, ja. Go. Oh, dat ging ook maar net goed, hoor. Ja, je moet zo dichtbij komen met dit wapen. Dan neem je ook een hele hoop risico, natuurlijk. In ieder geval moeten we deze gelijk even vooruitschieten. En dan gaan we die andere ook gelijk vooruitschieten. Zo. En dan gaan we nu naar het midden. Oh, nee. Nee. Huh? Schoot hij hem nou weg? Oh, ik zit vast. Ik zit heel erg vast. Oké, pak hem. Pak de sniper. Oké, die is weg. Cool. Gaan we deze naar voren schieten? Ja. Go. Even. Oh, oppassen. Niet laten sniperen. Lekker. Oké, cool. Oké, daar is er nog één. Is hier beneden nog één? Nee, hier beneden is niks. Cool. Daar is nog een sniper. Die gaan we pakken, jongen. Die gaan we pakken. Want die verwacht niet dat we van deze kant komen. Lekker. Oh, hier is nog lekker vis-eitjes. Dan hebben we iedereen gehad. Nice. Moet ik me super gebruiken? Hey. Hoe moet ik dit doen? Oh, wacht. Ik kan hier naar beneden. Jeetje, ik dacht al, joh. Ik snapte er al niks van. Ik denk, hoe moet ik hier komen? Nou, het viel mee. Oké. Ja, en nu? Oh, nu moet ik weer naar boven. Ja, lekker. Maar ik kan er nu niet meer komen, vrienden. Oh, wel. Ik kan er wel komen. Oké, deze moet ontploffen. En dan moet ik straks terug. Maar ik heb dat andere wapen nodig, joh. Oké, misschien kan ik deze jump maken. Oké, gelukkig. En nu moet ik dan hier omhoog. Ja, maar dit red ik allemaal niet, vrienden. Dit red ik niet. Oké, komt goed. Zo. Terug. Let's go. Dan komt hij nu hier. Ja, oké. Ik red het wel, joh. Tuurlijk red ik het wel. Ik ben toch Rikachu? Kom op, man. We moeten... Ik laat me niet op mijn kop zitten. Nou, ook weer gehaald. Kennen we dan nu naar de volgende sector? Gelijk door naar sector 4. Eens even kijken. Hoeveel muntjes of hoeveel visseieren krijg ik ervoor? 1300. Ben benieuwd of ik dan nu al genoeg heb. Eventjes kijken, hoor. Deze moet open. 2000 heb je daarvoor nodig. Nou, dat ken.
Dat is geen probleem. Let's go. Haal maar weg die handel. Yo, we kunnen gelijk door, joh. We gaan keihard. Zou opa hier dan wel zijn? In de volgende sector? Zo, maar die meuk daar, jongen. Dit is echt een hele grote meuk. Maar we zijn nu op de vuilnishoop van de vuilnisbelt van de hoop of zo? Oh, daar is weer een signaal. Ja, daar moeten we naartoe. Ze denken dat opa daar is. Ja, ik denk zelf eigenlijk misschien nog niet. Maar we gaan toch kijken. Daarboven. Ja, er komt wel een signaaltje vandaan. Ik kan daar gewoon in één keer naartoe, volgens mij. Of niet? Kan ik hier... Nee, je kan hier geen verf op gooien. Oké. Nee, ik denk toch echt dat ik wat meuk weg moet halen eerst. Dus ik moet eerst wat leveltjes spelen. Misschien deze. Oeh, dit ziet er spannend uit. Ik heb hier de Octopoets ballonbom. Is dat die we net hadden? Volgens mij was dat die hele chillen, toch? Nee, dit is een snipertje of zo. Ja, dit is een andere. Dit is een sniper. Oh, dan... Oké, duidelijk. Ik moet die dingen schieten. Ja, top. En door. Let's go. We moeten op dit ding staan en dan... Juist. Pieuw. Lekker. Lekker. Oh, niet lekker. Ik mis. Daar komt er nu één. Ja, en daar komt er nu één. En daar komt er één. Ja, dit gaat best wel prima. Dit was het. Nice. Oké. Ik vind die sniper wel leuk trouwens. Oh, hier moeten we er heel veel. Oh, dan kunnen we er 3 tegelijk doen. Misschien was dat een betere optie geweest. Maar ik pak ze wel gewoon allemaal zo. Oh, ik moet opladen. Ik moet mijn inkt opladen. En dan... Ah, nee. Nee. Eén schot. Omdat ik mijn inkt moest opladen. Kijk, nu gaan we goed. Het moet een soort van mix zijn van, van alle 3 pakken en eentje pakken. Zo, nu even mijn inkt opladen. Want we moeten niet nog een keer kapot gaan, hè? Oh, deze bewegen. Ja, cool. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wat ze vlot. Deze was beter te doen. Oh, ik moet er nog 1, denk ik nu. Ja, dat is wel spannend. Dit is wel spannend. Als ik deze mis, moet ik namelijk alles opnieuw doen. Oh, dit wordt wel een lastig verhaal. Deze blijven bewegen, denk ik. Oh my gosh, ik mis er heel veel. Nee, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Nu bewegen ze nog meer. Dit gaat helemaal niet goed. Nee, ik heb geen inkt meer. Oh my god. Dit ging helemaal fout. Oké, nu gaat het beter. Lekker. En de laatste. Hot ze vlots. Het is helemaal niet zo moeilijk, Rick. Waarom lukte dit net niet? Nou ja, maakt niet uit. We hebben hem gewoon gehaald. 2000 viseitjes erbij. Oh ja, maar ja, als je 900 nodig hebt om alleen maar deze meuk weg te halen. Ja, dan gaat het wel hard. Nou, oké, maar het moet. Want we moeten nou eenmaal die kant op daar. Ja, en deze moet ook weg. Kost ook weer 800. Dit is zo duur allemaal. Hier kunnen we wel omhoog. Top. Kunnen we hier een geheimpje pakken? Zo. We moeten deze weghalen voor 700. En dan daar naartoe. En dan kunnen we naar opa toe. Daar, bovenop. Maar we gaan wel keihard. Want we zijn van sector 3 gelijk naar sector 4 gedaan in deze video. Maar we gaan wel keihard. Want we zijn van sector 3 naar 4 gegaan in deze video. En in de volgende video hebben we weer een vette boss battle, denk ik. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je daar. Mazzel.